Nieuwe zorgen onder Zeeuwse vissers over Brexit. Het is donderdag 21 januari. Dit is Zeeland Nu. Vissers nu ook geweerd uit Noorse wateren. Huisartsen in Zeeland eerder ingeënt. En op zoek naar 20.000 voorkeurstemmen. Goedenavond, visserijorganisatie Delta Zuid, dat voor veel Nederlandse vissers en ook Zeeuwse vissers de belangen behartigt, maakt zich zorgen over de Brexit-gevolgen. 3 weken na de invoering van de handelsdeal wordt duidelijk dat er minder vis mag worden gevangen dan gedacht. En dat Noorwegen nu plotseling ook de vismachtigingen heeft ingetrokken. Na een week op zee te zijn geweest, wordt het bovendek weer schoongeschrobd. Sinds de Brexit-deal inging, nu 3 weken geleden, kregen de vissers een vergunning om in Engelse wateren te vissen. Die vergunning, gebaseerd op de Brexit-deal, gaat Engeland nu verlengen voor een jaar. De Brexit-deal bestaat uit de afspraak dat er gemiddeld 25% minder vis gevangen mag worden in de Engelse wateren. Maar naast die afspraak mag Engeland zelf de randvoorwaarden bepalen. En dat maakt de vissers onzeker. Dat kan negatief uitpakken. En aan wat zouden we dan moeten denken? Verhoging van een bepaalde maaswijdte. Gesloten, extra gesloten gebieden. We worden daar al geconfronteerd ook met hele grote windparkgebieden. In het verleden hadden we daar redelijk overleg mee. Nou, dat heeft ze nou niet meer tussen Nederland, EU en Engeland. Hey, dat kan allemaal eenzijdige maatregelen zijn. En daar is, ondanks dat akkoord, is daar niks aan te doen. Mocht Engeland bepalen dat de mazen in het net ruimer moeten, dan kunnen bepaalde vissen er makkelijker doorheen glippen, wat nadelig kan zijn. Ondertussen krijgen de vissers ook te maken met indirecte gevolgen van de breuk tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat Noorwegen op dit moment gezegd heeft, wij geven ook aan de EU op dit moment geen machtigingen om te vissen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de Zeeuwse vissers dat ze daar nu niet in kunnen? Nou, er zijn op dit moment normaal in deze tijd al 3 Zeeuwse vissers in Noorse water. Op dit moment zijn er 2. En die hadden een visvergunning aangevraagd om de Noorse zone te vissen. Nou, die kunnen op dit moment krijgen die geen vismachtiging van Noorwegen. En kunnen daar ook dan niet vissen. Als ze over het hele jaar daar niet kunnen vissen in de Noorse zone, dan ze toch tussen de 10 en de 15% economisch verlies hebben. Nou, verslaggever Heiko Strietman, waarom trekt Noorwegen nu opeens die vismachtigingen in? Ja, kort gezegd, Noorwegen trapt op de rem, is geen lid van de EU en denkt wat het VK kan, dat kunnen wij ook, want straks wordt ons water leeggevist. Ja, Engeland, hè, daar zijn de visvergunningen dan in ieder geval vandaag voor een jaar verlengd. Zitten daar dan nog extra bepalingen aan? Nee, de vergunningen zijn inmiddels verstrekt zonder randvoorwaarden. Wel is het zo dat het Verenigd Koninkrijk tussentijds die voorwaarden nog kan wijzigen, maar de verwachting is dat het voorlopig blijft bij de gevolgen zoals die nu bekend zijn. En bekend is in ieder geval 25% minder vis, hè, voor Zeeuwse vissers in Engelse wateren. Ja, dat moet er toch wel inhakken. Klopt, en dat zit er met name in dat woordje gemiddeld. Voor Zeeuwse vissers zijn bepaalde vissoorten van groot belang. Bijvoorbeeld de kabeljauw en de wijting. Nou, neem even die wijting. Daar moeten ze 40% van 40 inleveren. 40%? Ja, 40%. En dat is dus veel meer dan die gemiddelde 25% waar tot nu toe over gesproken is. Nou, alles bij elkaar, zeggen die vissers, vrezen wij voor omzetverlies. En het komende jaar zal moeten blijken of die vrees werkelijkheid wordt. Heiko, dank je wel. Goed nieuws voor de Zeeuwse huisartsen. Ze krijgen zaterdag al een coronavaccinatie. Alle 270 uitgenodigde huisartsen in Zeeland kunnen zaterdag bij het ADRZ in Goes om een prik, dagen eerder dan gepland. De huisartsen hadden daar zelf nadrukkelijk om gevraagd, omdat ze veel zieke personen in hun praktijk krijgen. Huisartsassistenten die moeten nog wel even wachten op een vaccinatie. En daarnaast krijgen ook honderden kwetsbare ouderen in de provincie al een vaccinatie. Vanaf volgende week woensdag gebeurt dat bij verschillende locaties van Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen en ook bij locatie De Wieken in Zierikzee van Eilandzorg. Beide organisaties zeggen vroeg te zijn begonnen met de voorbereidingen en dat ze er daarom nu op tijd bij zijn. Goedemorgen, u spreekt met de Luisterlijn. De telefoon staat roodgloeiend bij hulplijnen in Zeeland. Mensen hebben het moeilijk in deze tijd. Ja, ik snap het hoor. Ja, dat is heel lastig hè. Nou, van de avondklok gaan we het waarschijnlijk nog merken. Maar bij de lockdown, zeker de afgelopen weken, merken we dat het drukker is. Echt
veel drukker. Heeft u daar bijna elke nacht last van? Ja? Wij merken ook dat het de groep die ons weet te bereiken... Dat zijn ook wat jongere mensen. En dan wil ik ook de groep noemen... De mensen die werken overdag, die alleen thuis zitten te werken. En je merkt dat die behoefte ook in die groep gewoon blijkbaar meer aanwezig is op dit moment. Geen dank hoor. Dag. Staatsbosbeheer gaat de komende weken 500 populieren kappen bij Kortgene. De bomen zouden te oud zijn en daardoor kunnen omvallen of takken verliezen. Buurtbewoners zijn een petitie begonnen omdat ze nu pas over de kap horen en de oude bomen niet kwijt willen. Maar deze populieren die staan zo ver van de dijk. Ik zie zelden of nooit een tak of een grote tak op de weg terechtkomen. Ik ervaar ook dat de dijk heel geliefd is bij fietsers, bij toeristen, bij wandelaars, bij mensen die hun hond uitlaten. Die komen ook mee omdat dit zo'n mooie dijk is door die iconische populieren. De sloop van de overkapping in de Lange Zijlke in Vlissingen is begonnen. Er is achterstallig onderhoud en opknappen is te duur. Het werk kan nu veilig gebeuren omdat door de coronacrisis winkels dicht zijn en er dus weinig mensen door de straat lopen. De overkapping werd gebouwd in de jaren 90. Wat vindt u ervan dat het weggaat? Ik vind het wel een goed idee. Maar of het echt heel veel beter wordt daarvan, dat weet ik ook niet. Ja, het is achterhaald, hè. Maar het vindt wel een enorme materiaalverkwisting. Vindt u het mooi? Nou, toen wel. Ik vind het altijd wel fijn dat het overkapt is. Je kan droog lopen en ja, ik vind het wel een verlies dat die overkapping weggaat. We hebben nummer N37. Kinderopvang Walcheren hield vandaag een online bingo voor 350 kinderen van de buitenschoolse opvang. De kinderen konden de bingo thuis volgen via hun computer. Ja, we missen de kinderen ontzettend. Er zijn een heleboel kinderen die niet gebruik maken van de noodopvang, omdat hun papa of hun mama niet in vitale beroepsgroepen werken. En om juist hen ook even te benaderen, te zien, wilden we dit organiseren voor hen. In deze coronatijd zijn de kinderen inmiddels ook gewend om digitaal onderwijs te volgen. Dus we verwachten dat het helemaal goed komt. 37. Ze was de dean van het University College Roosevelt en is daar nu weer terug als hoogleraar. Maar ze wil naar de Tweede Kamer, Barbara Omen. Ze staat op plek 20 van de kandidatenlijst van de PvdA. Maar dat is niet hoog genoeg volgens de laatste peilingen. En daarom hoopt ze via 20.000 voorkeursstemmen te worden gekozen. Mevrouw Omen, u loopt even op het strand, even uitwaaien. Het is een koude dag. Maar toch even naar buiten, hè? Ja, het is heerlijk. Het is echt heel lekker zo. We hadden u gevraagd om ergens af te spreken. U zei, nou, kom maar naar het strand bij vrouw Polder. Want daar heeft u wel wat mee. Ja, en ook met die deltawerken. Want de deltawerken zijn voor mij echt het voorbeeld van de positieve politiek die ik zou willen bedrijven. De meeste mensen zijn heel negatief over de politiek. Maar de politiek kan natuurlijk echt dingen voor elkaar spelen. Mevrouw Omen, we zijn nu van het strand naar de binnenstad van Middelburg gegaan. Sint-Jansbuurt. Ja. Dat is waar u woont. Waarom zijn we nou hier? Nou, het is gewoon mijn buurt waar ik woon. Ik vind ook wel het bijzondere van deze buurt dat het eigenlijk een hele gemengde buurt is. Dat ook veel mensen met een beperking hier zelfstandig wonen. En dat is voor mij ook weer een voorbeeld van wat de politiek kan doen en zou moeten doen. University College Roosevelt. Wat doet u hier? Nou, ik was jarenlang decaan natuurlijk en nu ben ik gewoon hoogleraar. Ik geef les en ik heb ook een heel groot onderzoeksproject over gemeenten en grote vraagstukken. Nou, is er een actie gaande om 20.000 voorkeursstemmen te vergaren? Gaat dat lukken? Want dat zijn er niet weinig, hè, 20.000? Het zijn er niet weinig, maar het is ook weer niet belachelijk. Kijk, ik hoop uit twee hoeken steun te krijgen. Mensen die toch echt zien dat ik in de afgelopen jaren altijd ben opgekomen voor Zeeland en dat ik gewoon hele nuttige dingen voor Zeeland kan doen in Den Haag. En dan ben ik natuurlijk al 30 jaar bezig met gelijke rechten, de rechtsstaat. Dus ik hoop dat uit die hoek in heel Nederland mensen me ook steunen. Ik zie de commentaren al wel weer op de website. Baantjes jagen. Ja. Salonsocialist. Ja, ja. Nou, volgens mij ben ik een van de weinige mensen die in de Kamer minder gaat verdienen dan nu. Dus dat, daarvoor doe ik het niet. Socialisme, dat zit in mijn tenen en mijn hart en salon heb ik niet.
Aan de kust waren er wat regenbuien vandaag. De rest van Zeeland hield te droog. Met 8 graden is het best zacht voor de tijd van het jaar. Maar de komende dagen zien we toch ook wel weer veel regen. En tot zover deze Zeeland Nu van deze donderdag, de 21ste januari. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.